Vir die heel eerste keer in Suid-Afrika is daar 'n Pinksterkonsert by die Grand West Arena. Die man wat dit lei en agter die skerms is is Jonathan Reuben. Baie welkom, is lekker om jou terug te sien. Ja, dit is so goed om weer terug te wees. Luister <laughs> groot die Kortsaart. En niet waar, bij de Grand West Arena. Yeah. Hoe dat Het was altijd een droom van mij om, om een concert te hebben bij de Grand West Arena. Ik yeah. um, heb vanaf Joseph Stone gegaan. Naar Beowulf Civic. En dan zo'n okay. so paar venues om je kaap. You know? En uiteindelijk toen, laatste jaar, uh, bij His People. Every Nation. Toen okay. dan twee concerten gedaan. En dus toen waar ik oké, okay, nou is er recht voor die grote stap. Voor die volgende stap, oh. you know. Want als je twee aan de dat gaat daar bij Every Nation. En dat is 2000, 2000. Toen weet oh. ik nou, oké. Okay, Jij kan het doen. Ons kan het doen, because Grand West Arena is 5000, 400 ja. mensen. En zo so dit is waar ons dan is. Bij die groot venue. Ik is you know? wel opgewonden voor jou en ik denk dat <laughs> het gaan een groot succes wees. Yes. Maar wat kan die mensen te wachten wees voor die aand? Zo, so, uh, aand vol van punkster dans. Ja, soos jy dit ken jy. Ehm <laughs> <laughs> uh, um, nuwe musiek, nuwe koortjies, ehm yeah. um, en en dan en 'n aan aanbidding. ja dat gaat een groot deel van die aanwees, um, you know, gaan we die kracht van de Heer, dat gaat over die kracht van God, gaat over die vervulling van de Heilige Geest. Zo, so, dit is wat die aan dieel te maken gaan weers, de Heilige Geest, Jezus Christus, oh, you know, yeah. ja. Meestal wat niet weet, wat is pungstermissiek is, Kan je voor hmm. ons niet, Nee, voorsmaak je geen niemand, <laughs> voor ons verduidelijk wat het is. Zo so, pungster die manier, ik groot geworden het, you know, zo is, daar is bij je reeds met dit je weet je hoofd moet bedekt weer je moet als een vrouw moet je you know, recht bekleed wees ja. en ons als boys en mans moesten uh, 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 bijkengaten, taai en allemaal die soort you know dus so dat is ons groot geworden met Pinkster maar dan hebben we ook een koor gevat en um, ons zal misschien nog niet zingen die hele vers, nie. vers nie, of die hele you know ons vat een klein stukje vers een klein stukje koor en dan repeteers om heel dit. En, en die old En And this who? En the old <laughs> En dan gaan het aan. <laughs> you know what I'm saying? En dan zit er lekker beat bij. You know? En dat is wat ze noemen wow. You know? Ja. Wat heeft pinkster muziek voor jou betekend? Dus, Ik is geboren in die kerk. Dat is een video op YouTube op Neville is een DVD wat ook de beetje perform en aangaan hoorkoortjes en zo so aan. Sure. Um, dat is al wat ik ken dat um, ja, is ook ik groot geworden en in van de Here punksterliederen, En was het niet wat dit niet ja, zou ik niet vandaag hier geweest het niet. Kom van een plek meneer nou af van een op die Cape Flats waar het maar um, normaal is voor jongman om uh, betrokken te raken met gangsters en drugs en zo. So zo so, voor mij was het de beste ding wat mijn ouders voor mij kon doen. Om met te introduceren aan Jezus Christus en om het te introduceren aan Pinkster. Wonderlijk. Wanneer is hier die concert? 31 augustus, 8 ja. um, uur bij de Grand Arena. Tickets is beschikbaar bij CompuTicket. Shopride check is online, mensen kunnen het krijgen daar. Ze moet komen! is het belangrijk dat het moet komen. Het ja. um, is het eerste grootste punksterconcert in het hele land. Wow. En van hieraf willen het re re recht over het land van Naar grotere venues in die land. Jonathan, het is altijd lekker om met jou te gezels. En ik wens je alles sterkte toe. Dit gaat een groot succes wezen. Heel Rochelle. Ik waardeer het grotelijks.